In een van mijn vorige vlogs had ik het erover dat je je frustratie en je woede moet uiten. Nou, daar gaat hij dan. Waar heb ik het over? Net nu we ruim 2 jaar bezig zijn, eerst over versterking en vervolgens over sloopnieuwbouw, net nu het er begon te lijken dat we voortgang gingen maken richting een nieuw huis, nu komt vanuit Den Haag het besluit, ho, stop, we gaan heroverwegen. Dus zitten we weer volledig in de onzekerheid. En niet alleen wij, nee, samen met ons een heleboel anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Mooi stukje nieuw vertrouwen kweken, meneer Wiebes. Binnen jaren gedoe en geëikel eindelijk zover dat er iets gaat gebeuren, komt er vanuit Den Haag de oekase. Nou, nee, ho, wacht even, we gaan er nog eerst even over nadenken. Waren er verwachtingen gewekt? Ja, jammer dan. Typisch gevalletje van pech gehad. Misschien draaf ik door. Misschien valt het allemaal nog wel mee. Maar voorlopig zitten we in de onzekerheid. Meer nieuws van de...